Niemand kan een ander redden. Je kunt de ander niet wezenlijk redden. En ik werd geraakt door wat ik de Oosterse mysticus hoorde zeggen over een uitspraak van de verlichte meester Bodhidharma. Bodhidharma die Zen heeft verspreid. En Bodhidharma zei: een Boeddha kan een Boeddha niet redden. En we zijn allemaal Boeddha's. Je hebt Gautama, de Boeddha uit India, die voorheen Siddhartha heette. Maar Boeddha is een woord voor onze ware natuur, voor ons zijn, voor ons bewustzijn, voor het bewustzijn dat wij zijn. En dat hebben we in potentie allemaal in ons. Het enige is om dat opnieuw te ontdekken en alle lagen die daarvoor zitten af te pellen, weg te halen. En dan kom je bij je Boeddha-natuur. En als je iemand probeert te redden, dan doe je iets wat in feite niet kan. Die ander, die heeft al zijn Boeddha-natuur. Het enige wat die ander te doen heeft, is daar dichterbij te komen. Dat kan niemand voor die persoon doen. Dus dan kun je je afvragen van: wat als ik dan hulp ga zoeken? Wat als ik bijvoorbeeld naar een therapeut ga? Ook dat kun je doen om jezelf te redden. Dus je kunt de hulp van de therapeut nemen, als die bestaat tenminste, uit het jou helpen je te openen voor jouw eigen potentieel, voor jouw eigen ontdekkingen. Want alleen vanuit een eigen inzicht, vanuit een doorvoeld en doorleefd inzicht, kun je jezelf redden in de zin van redden van alles wat je afhoudt van jouw ware natuur. En het is ook belangrijk als je bij iemand bent die het moeilijk heeft, om je te realiseren dat die ander de Boeddha-natuur heeft. En misschien is dat lijden van die ander wel belangrijk om uiteindelijk bij die Boeddha-natuur te komen. Dus als je naast iemand staat die een probleem heeft, dan is het belangrijk om te zien dat een probleem in feite een oppervlakkig iets is en dat daaronder het bewustzijn ligt. Het bewustzijn van dat probleem, of misschien juist dat iemand een verhoogd bewustzijn kan krijgen door dat probleem, dankzij dat probleem. Als ik niet mijn depressies had gehad en mijn eetstoornissen, dan was ik mogelijk nooit op zoek gegaan naar wat mij dichter bij mezelf kon brengen. Dan had ik misschien nooit mijn spirituele meester Osho ontmoet. Dan had ik misschien nooit de vreugde van meditatie ontdekt. En had ik nooit de hoogtepunten of de vreugde gevoeld die er juist is, omdat ook die diepe dalen er geweest zijn. Dus het is belangrijk om je te realiseren dat wij als zijnde, in ons hebbende, de potentie van de Boeddha, van Boeddha, onze Boeddha-natuur, dat we daarin allemaal gelijk zijn. Of je nu op dit moment worstelt met een probleem, of dat je op dit moment heel gelukkig bent, of dat je op dit moment ergens in een soort neutrale space bent. We zijn allemaal gelijk in dat we
in potentie de Boeddha-natuur bezitten. En dat delen we ook met de dieren, met de bomen, met de planten, met de bloemen, met de lucht, met de wolken, met de rotsen, met alles om ons heen. Dit is wat ik hierover wilde vertellen. En als je meer filmpjes wilt zien die ik gemaakt heb over meditatie, want het steeds dichter bij de Boeddha-natuur komen en het zijn met de Boeddha-natuur is meditatie, dan kun je de link naar de playlist over mijn meditatiefilmpjes vinden in de beschrijving onder dit filmpje.